dat we voortzetten. Zeker wel. Nou, dat was de testwaaier en we gaan zo verder. Heel veel mensen weten niet waar we hier aan het doen zijn. Ik ben blij dat je in ieder geval meewerkt aan de wederopbouw. Hey, ik ben Jessica, ik ben 26 jaar. Ik zit hier in Dierenwoed, kamp Hedrien. En daar is Bas, onze alfa. Dit is mijn eerste uitzending. Mijn werk hier is Bushmaster-chauffeur. Bushmaster is een van de paardigste voertuigen. Ja, de Bushmaster is een soort vrachtwagen, denk ik. Ik weet niet hoe je het eigenlijk moet noemen. Dat trilt een tukje. Maar het is gemaakt voor om op een IED te klappen. En dan gebeurt er als het goed is niet zoveel. Dat is mijn geluksmurfje. Ik ga er wel vanuit dat ik zo meteen wel heel terugkom, maar ja, het kan ook anders. En ja, daar ga ik dan liever niet over nadenken. Ik zorg gewoon dat ik heel thuis kom. We zijn nu aan het searchen. Dus we moeten even wachten tot ze klaar zijn voor searchen. En dan gaan we weer. Ik doe dit omdat ik nogal van afwisselend werk hou. En ja, ik vind het wel avontuurlijk. Dag Milo. Hallo. Start, dan gaan we terug naar de kamp. En dan ga ik lekker in de douche staan. En eten. Oh ja, lekker. Asperges met friet. Eet je. Dat hoop ik. Het is een bijzondere diepvat. Normaal gesproken heb je alleen maar een beetje. Eind de search gaan weer voorwaarts. Ik wou het al vrij jong, maar ik ging samenwonen en mijn ex die wou het allemaal niet. En toen zijn we uit elkaar gegaan, toen ben ik eigenlijk het leger ingegaan. En weer een toekomstige IED-locatie. Als je in de winkel werkt, is het elke dag hetzelfde. Ik wou een keer wat anders. Toen ik thuis vertelde dat ik op missie ging, was het eerst nog allemaal twijfelig of we wel zouden gaan. En mijn vader zei me van nou, in 2010 gaan ze stoppen. En uiteindelijk dat het toch echt definitief was, vonden ze het niet zo leuk. Het is toch wel de kleine dochter die weer naar een gevaarlijk land gaat. Dus ik laat even zien waar ik slaap. Dit is mijn kamergenoot. Hey. Dit is mijn bed. Al mijn brieven en kaarten en foto's van thuis. Als ik rustmomentjes heb, denk ik wel vaak aan thuis. Hier liggen mijn kleren. Je mist toch de gesprekken en vooral even alleen zijn, want dan ben je hier ook niet echt. Je hebt altijd mensen om je heen. Gewoon je kleine dingetjes ga je wel missen. Dit is het avondeten.